Donderdag heeft de vijfpersoonsfractie van de politieke partij PRO tijdens de raadsvergadering demonstratief de zaal verlaten. Tegenover mij staat woordvoerder van PRO Jan de Laat. Jan, waarom? Nou, omdat er een raadsvoorstel in behandeling was over de zorg voor onze inwoners. En dat we tijdens het raadsvoorstel en tijdens de beraadslagen het eigenlijk niet over de inwoners hebben gehad. We hebben het alleen maar gehad over andere dingen. Communicatie, monitoring, maar niet over de inwoners zelf. En de zorg die ze nodig hebben. Waarom zijn jullie daar dan niet op ingesprongen en hebben jullie dat gevraagd om daar wel over te spreken? Dat hebben we gedaan. Ik heb concreet voorbeelden genoemd dat het gaat over 500 mensen, waarvan de helft rondom het sociaal minimum zit qua inkomen. En dat die hun zorg kwijtraken of zelf moeten betalen. En dat ik zeg dat dat niet kan. Zij kunnen, gaan dat niet kunnen. Die gaan dat niet doen. Nou, daar werd door de andere partijen niet op ingegaan. Naast Jan staat Ruud van der Star. Ruud, weglopen uit een raadsvergadering. Ik geloof niet dat het in de geschiedenis van Oostenrijk is voorgekomen. Nee, zover ik me kan herinneren is dat ook nooit voorgekomen. Ik kan me wel herinneren dat AB een keer een hele avond in een raadsvergadering gezwegen heeft. Omdat ze het niet eens waren. Maar weglopen is niet eerder gebeurd. En dit is ook echt het ultieme protest omdat er niet over de inhoud werd gesproken. Terwijl het zo'n belangrijk onderwerp is. Jan, we hadden in onze loofuitzending een paar weken geleden de VVD-wethouder Ida Batenburg. En die vertelde ons met klem op het hart. Altijd zou ze opkomen voor de minsten en zij zou zorgen dat die mensen niks tekort kwamen. Maken jullie je niet onnodig zorg? Nee, we maken ons niet onnodig zorgen, want als we het over die 500 mensen hebben die ik schets, waarvan de helft rond ons sociaal minimum zit, en waarvan 80% ook nog boven de 65 is, dan daarvan is al bepaald dat zij hun zorg niet zelf kunnen organiseren. Zij zijn geïndiceerd voor hulp bij het huishouden. Ze hebben dus problemen, ze hebben beperkingen. Daarvan gaat het college en de raad nu, met uitzondering van ons, zeggen vanaf 1 januari, u kunt dat zelf regelen. Dus zij laten dus wel mensen in de kou staan. In het interview van mevrouw Batenburg heb ik haar ook verteld. Ja, met de VVD, zet zetels en 6 AB en aangevuld met PGB en zelfs een CDA is overgelopen. Hebben jullie geen X in te brengen? Zo is het toch? Jullie kunnen gewoon alleen maar volgen, Ruud. Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Wij willen vooral op de inhoud. Het gaat absoluut niet om personen. Het gaat om de inhoud wat ons betreft. Er komen nog een aantal hele belangrijke dossiers aan. Ik noem Tiliander de Boogaard. Ik noem allerlei andere zorgdossiers. En we wilden een statement maken dat het zo niet langer kan. We willen het over de inhoud met elkaar discussiëren. We willen alternatieven voorgelegd krijgen. En niet iets door de strot wat van tevoren al door de coalitie is voorgekookt. In het gesprek met Peter Smit, dat was een paar weken nog eerder, vertelde hij ons, PRO is bij mij aan tafel geweest, hebben anderhalf uur gesproken, ze komen volgende week weer terug, jullie zijn dus een paar keer met hem weer te praten, hij is zo van die 3D's, helpt dat dan niet? Nee, ja, blijkbaar niet, want we hebben uitvoerig gesproken over hoe je op een andere manier zeg maar, de basisstructuur kunt versterken. Dat je daar eerst op moet inzetten en dat je later en daardoor ook bespaar kunt realiseren. Dat je niet meteen de rekening moet doorvertalen van de Rijksoverheid naar de burger die behoeftig is, die het al lastig heeft. Dus wij zeiden van nou, we gaan samen op zoek naar andere mogelijkheden om die besparingen te realiseren. Maar als er nou niet naar jullie geluisterd wordt, Ruud, wat gebeurt er dan in januari met die 500 mensen? Wat gebeurt er dan echt? Nou, concreet is het zo dat die 500 mensen nog naar de gemeente kunnen en daar te horen krijgen dat ze naar een particuliere aanbieder moeten. Ze krijgen nog een gesprek, dat is dan wel toegezegd, maar dat gesprek houdt in dat er eigenlijk een briefje wordt gegeven en bij deze bureaus kunt u terecht en dan kunt u het zelf inkopen. En als je het niet kunt betalen? Dan zijn er wel tegemoetkomingen, maar je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld tegen de bijstand aanzit, dat het vervolgens betekent als je maar een klein eigen vermogen hebt, bijvoorbeeld om je begrafenis straks te kunnen betalen, dat je of dat vermogen moet gaan gebruiken of dat kwijt bent. Jan, als laatste en tenslotte, hoe moet het nu verder? Hoe moeten we het verder op gaan lossen? Nou ja, hoe moet het verder? Het raadsbesluit is het raadsbesluit, dus daar zal uitvoering aan gegeven worden. Wat wij belangrijk vinden is hoe het gaat, onder andere met deze 500 mensen. En dus wij proberen om daar kort op te zitten en te monitoren wat er met die 500 mensen gebeurt. En hoeveel mensen er buiten de boot vallen. Want die 498 mensen feitelijk vallen buiten het gezichtsveld van de gemeente als je ze doorvuist naar de particulier markt. En wij zullen proberen om alles in het werk te stellen om niemand uiteindelijk te laten vervuilen, te laten vereenzamen. Dus wij zullen daar op allerlei manieren wat ons betreft op zitten.
In onze reeks van politieke gesprekken hadden we alle partijen al voor de camera gehad. Jullie nog niet, daar zijn jullie aan de beurt. Maar wij gaan met andere partijen ook weer horen en we gaan daar verder op terugkomen. Voor jullie veel succes. Dank u wel. Dank u wel.